is Fokke Prins, werkzaam voor Aangevim Land in het oosten van Nederland. Mijn functie binnen Aangevim is teeltadviseur, dus ik bezoek boeren. Ik help de collega's in de buitendienst om boeren zoveel mogelijk goed advies te geven op het gebied van gewasverzorging. En waarom sta ik hier? Om een filmpje op te nemen, een vlog over te nemen over Deltaplan Biodiversiteit. Want ook Aangevim is daar deelnemer van. Omdat wij ook biodiversiteit erg belangrijk vinden. In de eerste plaats natuurlijk omdat insecten, homo's, bijen onmisbaar zijn voor de groei en de bloei van heel veel akkerbouwgewassen. Koolzaad, veldbonen, maar ook fruitteelt bijvoorbeeld. Aan de andere kant omdat biodiversiteit belangrijk is voor de weerbaarheid van onze gewassen. En we zien dat het middelpakket beperkt wordt. En daar hebben we gewoon een gezonde bodem en een gezonde omgeving bij nodig. En natuurlijk zien ook wij wel dat de biodiversiteit wel afneemt en dat baart ons wel zorgen. Dus wat dat betreft willen we ook graag onze bijdrage leveren om dat zoveel mogelijk terug te draaien, te beperken. Al vind ik wel dat boeren wel heel veel hebben gedaan de afgelopen jaren. En daar zou ook best wat meer waardering voor mogen wezen. We zitten hier op de trekker bij een aardappelteler. Deze man is nu aardappels aan het poten. Vooraf is deze akker in kaart gebracht op gebied van bodemvruchtbaarheid en bodemweerbaarheid. En Aangevim heeft van deze data applicatiekaarten gemaakt. En die kaarten worden hier tijdens het poten getoond op het beeldscherm in de trekker. En tegelijkertijd door de machine achter de trekker verwerkt. De bodemvruchtbaarheidskaart zegt natuurlijk iets over de opbrengstpotentie. En zo worden er meer aardappels geplant op perceelsdelen waarop meer wil groeien. De kaart die de bodemweerbaarheid weergeeft, wordt gebruikt om gericht gewasbeschermingsmiddelen in te zetten tegen ziekteverwekkers in de bodem. Een van de producten die hier wordt toegepast is een door de Europese Unie geregistreerde laagrisicostof. Het gaat hier om serenade, een middel tegen lakschurft in aardappelen. Aan deze groep middelen geeft Aangevim de voorkeur, want dit past in het streven naar duurzaamheid om milieuvriendelijke alternatieven te zoeken voor chemische gewasbeschermingsmiddelen. Nou, we zitten hier in een brouwgersperceel. Hier komt de grondstof van uw biertje vandaan straks. Bij een kniptorval. En waarom bij een kniptorval? Omdat dit in mijn beleving een mooi voorbeeld is van hoe boeren kunnen monitoren en zo gericht acties kunnen ondernemen. Een kniptorval vangt kniptoren. De kniptor is het volwassen exemplaar en de ritnaald, dat is de larve die eruit komt. En de larve die doet veel schade in graangewassen bijvoorbeeld, of in bieten of in aardappels. Dat is de ritnaald. En wat deze boer hier doet is die kniptoren monitoren, vangen met deze val, kijken wanneer ze er zijn en op welke percelen wel en welke percelen niet. En zo gericht insecticides inzetten om de schade van de ritnaald zoveel mogelijk te beperken. En ook aan de andere kant de invloed op de biodiversiteit, op de gunstige insecten zoveel mogelijk minimaliseren.